Zo, goedenavond allemaal. Welkom bij deze Zoom-meeting voor therapeuten. We vinden het altijd erg interessant om een meeting te houden en uitleg te geven over wat medische thermografie nou eigenlijk is. Want ja, wij weten wat de waarde kan zijn voor behandelaars, therapeuten, artsen, paramedici. En daar is deze Zoom-meeting voor. Ik ga mezelf even heel kort introduceren. Mijn naam is Rosine van Broekhoven. Ik ben de oprichter van De Groene Zuster. Ik ben in 2013 begonnen met medische thermografie. Voorheen heb ik een praktijk voor acupunctuur gehad. En ja, de reden dat ik met thermografie ben begonnen is even een kort verhaaltje, wil ik wel even toelichten. Mijn moeder had een praktijk natuurgeneeskunde. En we deelden heel veel kennis. Ik had mijn praktijk acupunctuur. En mijn moeder en ik, ja, we belden gewoon elke dag met elkaar. En we deelden heel veel kennis. Mijn moeder kreeg op een gegeven moment borstkanker. En ja, we waren echt zo verbaasd dat we helemaal niks wisten van borsten. We wisten eigenlijk helemaal niet wat we ermee aan moesten. En dat was in 2008. En op een gegeven moment, ja, lang verhaal kort. Mijn moeder is overleden in 2012 aan de gevolgen van borstkanker. En toen was ik aan de ene kant heel verdrietig, maar ik was ook boos. Ik was obstinaat haast. Maar ik dacht ook dat wat ik meemaak nu, hoeveel mensen maken dat wel niet mee in Nederland? Hè? Hoeveel mensen staan nu op de stoep de rouwauto uit te zwaaien? En ik werd daar zo door overvallen dat ik dacht van, er moet hier iets gebeuren. Want ik vind gewoon dat we in een ontzettend slechte horrorfilm terecht zijn gekomen. En ik ben toen online gegaan. Ik ben op zoek gegaan van, maar wat is er dan te doen, preventief, voor vrouwen? Wat hadden ze dan kunnen doen? Wat hadden wij kunnen doen? Om dat alles misschien te voorkomen. En ik schrok ervan, want ik kwam helemaal niets tegen. Helemaal geen preventief tips voor vrouwen om hun borsten gezond te houden. Borstgezondheid, het woord bestond niet eens. Er was één ding wat een verschil kon maken en dat was medische thermografie. Ik ben toen online gegaan, toen nog op Skype, met mijn mentor in Florida, in Amerika, Carol Chandler. En zij had mij de basis uitgelegd van medische thermografie en ook wat het kan betekenen. Dus ik dacht, dit is zo interessant. Ik hang mijn praktijk aan de wilgen en ik ben naar Amerika gegaan voor mijn opleiding. Enfin, dus ik ben in 2013 begonnen met die medische thermografie. En inmiddels heb ik ook andere thermografen opgeleid. Ik heb een boek geschreven. Ik dacht, ik kan er wel een boek over schrijven. Nou, dat heb ik gedaan. Dat is ook al uitgekomen in het Engels. En ik heb inmiddels wel zo'n 5.500 borstonderzoeken gedaan in de afgelopen jaren. Ik ben ook zelf begonnen met het interpreteren van die beelden. Want dat stuurde ik voorheen allemaal naar Amerika, naar de artsen daar. Dus ja, ik heb vele stappen gezet in die thermografie. En binnen Nederland hebben we nu 22 locaties waar die thermogrammen gemaakt kunnen worden. En 80% van onze cliëntelen zijn vrouwen. Die komen voor een borstonderzoek. Maar we krijgen ook heel veel mannen. Hè, vandaag had ik ook weer twee mannen die langskwamen. Allebei voor een full body onderzoek. Omdat ze gewoon benieuwd zijn van, zie je speciale patronen? Zie je iets bijzonders? Want dat wil ik dat weten. Dan kan ik daarmee aan de gang. Hè? En alles natuurlijk gericht op preventie. Nou, dus dat even kort over mezelf. In deze Zoom wil ik het graag met jullie gaan hebben over van, nou, hoe werkt dat nou eigenlijk, thermografie? Wat is er nou eigenlijk preventief? Hè? Wat is nou eigenlijk de preventiekant? Ik ga ook een paar casusvoorbeelden geven. Dus dat is altijd leuk. Hoe kan het bijdragen aan jullie behandelingsplan? Want je hebt een behandelingsplan voor je cliënt of patiënt, ik weet niet hoe je ze noemt. En hoe kan thermografie daar een bijdrage aan leveren? Nou, dat ga ik straks ook laten weten. Dus dan is het natuurlijk voor ons ook belangrijk om te weten van, als we iemand doorverwijzen, dan is het natuurlijk fijn dat een praktijk wel eens van thermografie heeft gehoord. En je hoeft niet alle ins en outs te weten van thermografie, maar wel dat je weet van, dit is een thermogram. Er staat iets wat me niet duidelijk is. Neem even contact op met de Groene Zuster. Bel ons gewoon. Mailen kan allemaal. Dan kunnen we je te woord staan. Dan kunnen we uitleg geven aan wat daar in dat thermogram staat.
Zo heb ik bijvoorbeeld ook best wel veel contact met de borstweefseltherapeuten. Want ja, daar zitten de meeste doorverwijzingen van ons. En we zien enorme verbeteringen ontstaan als vrouwen eenmaal borstweefseltherapie hebben gehad. En als je afvraagt, wat is borstweefseltherapie? Nou, op 14 juni hebben we weer een nieuwe Zoom. Die ga ik samen doen met Frauke Boer. Frauke is borstweefselbehandelaar, maar ook, ze doet ook de lymfe rond de borsten. Ze doet ook speciaal littekenbehandeling van borsten. En ze is thermograaf. Dus nou, dan hebben we alles bij elkaar. En dat is op 14 juni. Dus dan ben je weer van harte welkom in ieder geval. Oké. Allereerst, thermografie. Het is geen standalone device. Wat wil dat zeggen? Dat thermografie in zichzelf niet een diagnostisch middel is. In feite, we stellen helemaal geen diagnose. Want, ja, laten we daar maar mee beginnen. Wat is thermografie nou eigenlijk? Hè? Kijk, als iemand een mammogram krijgt, dan krijgt hij een röntgenonderzoek. Hè? Dus die borsten die gaan tussen die platen. Dan wordt een röntgenopname gemaakt. En dan wordt er gekeken van, goh, zit daar een knobbel, een verandering van weefsel of wat dan ook. Er moet dus al iets zijn, er moet een verandering zijn in weefsel, verandering in anatomie bij die mammografie, zodat ze kunnen zeggen met die röntgen van, hé, we zien wat. Dus iets moet er al zijn. Dat maakt dat mammografie nooit preventief is. He, ook al denken vrouwen, vanaf 50 ga ik naar de bus en dan krijg ik een preventief borstonderzoek. Nou. Dat is dus niet preventief, zal het nooit worden. Als we dan kijken van, ja, maar waar zitten ze dan in het hele spectrum van ziektes? Elke ziekte kan 6 fases doormaken. Dat kennen we van dokter Rekkenweg. Misschien hebben jullie dat ook al gehad in je Westers Medische Basisopleiding. Maar die 6 fases van Rekkenweg zijn heel belangrijk. Kijk, fase 1 is een kuchje, spierpijn, weet je wel, gaat wel weer over. Fase 2, nou ja, je krijgt een bacterie binnen of een virus, je krijgt diarree, koorts, weet ik veel, gaat wel weer over. Maar na fase 6 is niks meer, hè? Dan houdt het echt op. Nu is het zo dat mammografie, echografie, MRI, kijken allemaal mee vanaf fase 4. Dus een ziekte moet er al zijn, een schildklier moet al zo uit balans zijn dat ze zeggen, ja, je waarden zijn zo uit balans, jouw schildklier is ziek en dat gaan we dan curatief behandelen. Of bij een mammogram, ja, we hebben iets gevonden, we gaan ermee aan de gang. Goed of kwaadaardig, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar hè, dat is wat het is. Dus artsen zijn opgeleid om diagnoses te stellen. En dus een ziekte moet er al zijn. Dus ze kijken allemaal in fase 4. Hè, daar waar het zich al heeft gemanifesteerd. Even kijken hoor, of nog iemand binnenkwam. Nee. Waar ik dan benieuwd naar ben, als medisch thermograaf, wat is het proces wat daaraan is voorafgegaan? Dus thermografie kijkt mee vanaf fase 2. Dat is de ontstekingsfase. Want alle dingen waar het lichaam van af wil, daar zal die een ontsteking voor creëren. Het lichaam heeft namelijk geen andere optie dan dat. Dus stel je hebt een splinter in je vinger, ik noem maar wat, en je krijgt die splinter er niet uit met een pincet. Nou, wat gebeurt er dan? Ja, daar ontstaat een ontsteking en pus en een hoop gedoe. Nou, en uiteindelijk zweert zo'n splinter er dan wel uit. Dat is dus de manier van het lichaam om ergens vanaf te komen. Nou, met medische thermografie kijken we dus vanaf fase 2. En wat heel opmerkelijk is om dan te zien, is dat we allerlei patronen te zien krijgen over het lichaam, maar ook asymmetrie en temperaturen. Dus beide borsten moeten natuurlijk gewoon hetzelfde zijn. Maar als de ene borst warmer is dan de andere, dan is dat natuurlijk opmerkelijk. Enfin, daar kom ik straks nog meer over te spreken. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat thermografie geen diagnostische onderzoeksmethode is. Dus we zitten niet in fase 4 te kijken, maar we kijken mee in de fysiologie. Dus de veranderende lichamelijke processen. Die veranderende fysiologie is waar we naar kijken in plaats van de anatomie. Thermografie geeft dus ook een heel goed bewijs voor vervolgonderzoek. En want als ik zie dat er zo'n asymmetrie in temperaturen is over die borsten, dat we zeggen, dit is geen laag niveau van zorg meer, dit is echt verhoogd niveau van zorg, dan verwijzen we iemand door naar de huisarts met de vraag voor vervolgonderzoek. Nou, diegene die komt dan in het ziekenhuis,
protocol is mammografie. Maar ja, dan zeggen wij, ja, oké, je kan ook naar de borstpoli. De borstpoli maken alleen maar echogrammen. En dat doen ze al 25 jaar, dus die weten ook precies wat ze zien. Dus ik zeg altijd van, nou, je kan ook naar de borstpoli gaan. En dat is een heel goed vervolgonderzoek voor thermografie. Ja, de interpretatie van de studies wordt altijd gedaan door mensen die gespecialiseerd zijn in thermografie. Precies weten hoe ze die temperaturen moeten uitmeten, maar ook de patronen herkennen. Nou, ik heb daar 5000 onderzoeken gedaan te hebben, heb ik de opleiding zelf gedaan. Dus ik heb het COVID-jaar vorig jaar gebruikt om die hele opleiding te doen. Dus vandaar dat ik nu zelf ook rapporten schrijf. En dus zo'n thermogram is echt een aanbeveling. Hè? Dus ik schrijf een rapport bijvoorbeeld dat ik zeg van, goh, ik zie aan het hoofd dat en dat. Dat duidt daar en daarop en dat kun je gaan doen. Hè? En zo beschrijf ik het hele lichaam. En als iemand komt voor een full body onderzoek, dan kijk ik echt naar het lichaam. Dus niet zozeer naar de vragenlijst, niet naar de anamnese, maar echt naar al die patronen over het lichaam. Want die vertellen natuurlijk iets. Nou ja, thermografie bestaat al sinds 1956, maar ja, toen waren er natuurlijk geen goede camera's, er waren geen laptops, al helemaal geen software, dus ja, we konden er eigenlijk helemaal niks mee. Nou, hier zie je een heup, een beetje ouderwetse onduidelijke foto, een ouderwetse camera is het nog, we krijgen veel betere beelden, maar dit is echt typisch een voorbeeld van een ontsteking in een van de lumbale wervels. Misschien een ischias-achtige klacht. Nou, dit is de manier waarop iemand voor een camera zit. We raken niemand aan. Er is geen straling. Geen druk, geen pijn. De camera is ook meer een detector. Hè? Dus die haalt de informatie van het lichaam op. Brengt het naar de software en de laptop waar we het dus op kunnen aflezen. Hebben jullie vragen? Ik vind het leuk om even vragen tussendoor te beantwoorden. Zet het gerust in de chat, hè, als je een vraag hebt. Nee? Geen vragen? Oké. Wie van jullie alles een thermogram gehad? Deel gerust je ervaring. Ja hoor, ik heb verschillende thermogrammen gehad. Want in 2015 had ik borstkanker en is weggehaald. En ik heb de natuurlijke genezing opgezocht. En ja, ik ben nu 6 jaar verder. En hier zit ik. Ja, ik precies. 11 jaar voor controle, thermogram. Ja. Ah ja, mooi. Ja, heb je er ook wat aan of kun je dat met ons delen? Wat de meerwaarde is voor jou? Wat de meerwaarde is, dat ik niet alleen sta. Dat zeg je mooi. Ja, gewoon dat ik elk jaar even een wisselwerking heb over. Ja. En dat doet me goed. Ah, dat is fijn. Fijn om te horen. Ja, absoluut. Ja, en wat ik ook nu tegen de anderen ook wil zeggen, op het moment dat iemand borstkanker heeft en ons belt voor een onderzoek, wij doen geen second opinions, want dat hoort in fase 4. Hè? Als je een onderzoek wil, wat gedaan is in fase 4, dan moet je een second opinion vragen in fase 4. Wij kunnen geen second opinion doen. Ook als iemand al in het traject zit, bijvoorbeeld een knobbel heeft weg laten halen, of misschien zelfs een amputatie heeft gehad, of in chemo's, of wat voor ook. We zeggen altijd, wacht minstens een jaar voordat je gaat starten met thermografie. Zodat dat, die fysiologie helemaal tot rust is gekomen. Maar dankjewel Willy, dat je even wilde delen. Susanna ook? Ineke? Ja, ik heb er nu één gehad. Oké. Francine? Ja? Geldt dat ook voor borstweefselmassage? Als je een borstkanker hebt gehad en je hebt bestraling en chemo's gehad. Hoe lang is het dan? Voor een borstweefselbehandeling. Ja. Ik denk dat, Marga, kun jij hier een antwoord op geven? Anders kan ik dat ook wel. Kijk, het is zo dat borstweefselbehandelingen werken anders. Soms hoeft het niet eens een hele borstweefselbehandeling te zijn, maar is het verwerken van het trauma rond die borstkanker al heel belangrijk. Dus je kunt het beste altijd even contact opnemen met een borstweefseltherapeut en uitleggen wat de situatie is. En dan toch naar een borstweefseltherapeut gaan. Soms is het een hele zachte lymfedrainage. Het ligt er een beetje aan waar iemand zit in het proces. Mm-hmm.
Heb ik je daar genoeg op geantwoord zo? Wil je daar nog wat op zeggen, Marga? Ja, we kunnen ook alleen de omgeving behandelen. Alleen sowieso, ja, sowieso moet een wond wel goed genezen zijn, uiteraard, voordat het daarop kan gaan werken. Ze houden wel sowieso minimaal een tijd aan van 6 weken. Nadat iemand uitbehandeld of klaar is met de behandeling, de bestraling en dergelijke. Maar dan kunnen we sowieso op de omgeving gaan werken. Om al de afvloed van afvalstoffen te gaan bevorderen. Nee, dankjewel. Ja, heel duidelijk. Dankjewel. Ja. Oké, dus we gaan weer even naar de slides. De camera is dus een detector, die haalt de informatie op van het lichaam, brengt het naar de software. Maar waar kijken we nou eigenlijk naar? Nou, dan kan ik het beste uitleggen aan de hand van dit voorbeeld. Jullie kennen allemaal wel die ontzettend wijze arts Hippocrates. Hippocrates, wat hij deed, een arts die leefde zo'n 450 jaar voor Christus. Wat hij deed, die bedekte de blote huid, bedekte die met natte modder. Daar waar de modder het eerste opdroogde, daaronder was het dus kennelijk warmer. En daar ging hij op zoek naar de ziekte. Dat is natuurlijk een ontzettend mooie manier geweest om te kijken van, hé, daar gebeurt wat aan met die huid. En, dit zijn even die fases van Rekkerig. Maar wat thermografie is, al onze processen in ons lichaam worden aangestuurd door het centraal zenuwstelsel. Dus onze hersenen bepalen, hé, er moet iets met de maag gebeuren. Want de hersenen weten natuurlijk al lang dat er een ontsteking in de maag zit. En die hersenen die geven seintjes via het centraal zenuwstelsel naar de huid om daar een herverdeling van bloed te maken om de maag te helpen. Dat is waardoor we soms hele koude plekken krijgen op de huid of juist intens warme plekken. Het is dus niet zo dat stel dat de maag een ontsteking heeft, dat de hitte van die ontsteking naar de huid toe uitstraalt. Dat kan niet, want we kunnen niet dieper dan 6 mm met de camera kijken. Dus dit zijn allemaal, de patronen die je hier ziet, zijn allemaal uitingen van het centraal zenuwstelsel die een directe invloed op de huid uitoefenen. En dat is dit. We hebben natuurlijk nog meer wat we zien met thermografie. Bijvoorbeeld, we zien hier die grijstinten bijvoorbeeld. Dan zie je dat hele gevlekte beeld. Dit is typisch een hormoonbalans. Dus we kunnen alle kleuren weghalen en dan krijgen we hele andere dingen te zien. Zoals dit gevlekte beeld. Wat we ook zien zijn spataderen. Spataderen liggen natuurlijk super oppervlakkig en die zijn hartstikke warm. Dus die schijnen echt helemaal door die huid heen, waardoor die camera dat oppikt. Nou, zo zijn er wel 5 verschillende dingen die we kunnen zien met thermografie. Een van de leuke dingen is ook bijvoorbeeld, jullie zien die voeten helemaal aan de linkerkant. Deze mevrouw die had haar voet gebroken. En wat ze deed, ze was zelf op thermograaf, ze heeft meteen die camera op haar voeten gezet. En wat je dan ziet, is haar linkervoet was gebroken. En die linkervoet is helemaal rood. Het was helemaal, gewoon flinke ontsteking. Maar die rechtervoet, die blijft niet groen. Nee, die gaat bloed afstaan. Dat is dus een parasympathische reactie naar de voet die moet helen. Dat is iets wat ik ken uit de Chinese geneeskunde. Hè? Behandel altijd de kant die goed is, want die kan de andere kant gaan helpen. Dus wat je hier ziet, is dat die rechtervoet, die begint echt bloed te verliezen. Nou, als dat lang duurt, dan kan die voet ook nog eens heel erg pijn gaan doen. En dat is ook wel eens wat ik zie bij iemand die bijvoorbeeld een ischias heeft of zo. Dan is de andere bil of heup, die blijft dan niet mooi groen in de lichaamstemperatuur, maar die gaat dan echt bloed kwijtraken om af te staan aan de andere kant. En dus gaat die ook pijn doen. Nou, zo krijgen we dus van alles in beeld. En in het thermogram wordt dan duidelijk gemaakt van, goh, we zien dit, duidt op dat, en dat zou de aanbevolen therapie zijn. De huid is dus zeg maar ik noem het wel eens een televisiescherm. Dus we kunnen aan die huid aflezen wat er verandert in de fysiologie. En dat is natuurlijk super interessant, want voordat iemand ziek wordt, zie je dat lichaam al veranderen. Bijvoorbeeld even nog weer terug, deze. Kijk,
Hè, dat eerste plaatje, je ziet dan die warmte over dat borstbeen. Het kan best zijn dat daar sprake is van zuurbranden. En dan kan iemand zeggen van, nou weet je, ik neem wel wat rennies of zo, gaat wel weer over. Maar als dat niet overgaat, dan krijg je op een gegeven moment, goh, die spijsvertering die gaat meespelen. Je krijgt misschien pijn in je maag, of je krijgt last van je lever. Of, er gaan zoveel meer dingen meespelen. Als je hier al kan zeggen van, hey, let eens even op, ga daar eens wat aan doen. Weet je wel, je kan het echt inzichtelijk maken. We kunnen nu eindelijk een foto maken van de fysiologie. Er is geen methode op de wereld die dat kan. He, je kan een foto nemen van een gebroken been, dat is anatomie. Maar ja, benen is al gebroken. Dus wij kunnen nu die veranderende fysiologie echt in beeld brengen. Zonder dat we allerlei grafieken hoeven te gebruiken. En dat is natuurlijk ook mooi, hè? Als je wil weten wat je bloedwaardes zijn, of je schildklierwaardes. Dat zijn natuurlijk allemaal waardes en allemaal grafieken. Maar er een foto van nemen van het lichaam, nou, dat vind ik echt super interessant. En de cliënten vinden het super interessant. Want ja, het is natuurlijk ontzettend stimulerend als we kunnen zeggen van, goh, weet je, dit was jouw eerste onderzoek en 3 maanden later ziet het er zo uit. Nou, dan hebben ze zoiets van, ja, het is me gelukt. Ik heb het goed gedaan. Ik ben er echt mee aan het werk geweest. En dat maakt het echt heel erg leuk. Nou, geen straling, geen golven. Altijd veilig, comfortabel. Ik ga even kijken of we een vraag hebben. Verrassing. De presentatie staat in de... Oh. Kan hij in de presentatiemodus voor kijken? Oh, dat ga ik even zien. Even kijken hoor. Hoe gaan we dat doen? Dit? Nee. Nee. Oh, dat is het ook niet. Sorry. Ik weet niet. Oh, zo kan ik het misschien doen. Wacht even. Wordt dit beter? Wordt het beeld groter voor jullie? Ja. Ja, oké. Fijn. Nou, dan is dit al beter. Oké. Even kijken. Ik heb ook diverse onderzoeken gehad. Adviseer anderen ook te doen. Dankjewel, Marianne. Ja, super fijn. We hebben ook ons magazine, wat we altijd meegeven aan cliënten. En het magazine is online ook verkrijgbaar. We hebben onlangs een uitverkoop gedaan van de magazines. Omdat we in het COVID-jaar helemaal geen beurzen hebben gedraaid. Geen live presentaties. Dus nou goed. Het nieuwe magazine komt weer uit in september. Dus dan heb je de mogelijkheid om ook weer uit te geven. Of aan te schaffen wat je maar wil. Het is natuurlijk voor iedereen. Ik krijg wel eens kinderen binnen. Van ouders die echt niet meer weten wat ze met hun kind aan moeten. Bij de kinderarts zijn geweest. Het blijft onduidelijk. En dan krijgen we kinderen ook wel eens voor de camera. Mensen in rolstoelen, die moeten altijd even opletten bij de praktijk. Hè, dat er een lift is of dat het goed toegankelijk is. Ik zorg er altijd voor dat ik in locaties zit waar rolstoelen altijd naar binnen kunnen. Nou, verder zwangeren, noem maar op. Iedereen is gewoon welkom bij ons. Thermografie is echt iedereen. Nou, maar wat is nou eigenlijk zo preventief aan dat onderzoek? Nou, het leuke is dat we kunnen dingen zien voordat mensen het werkelijk voelen. Of voordat ze het idee hebben dat ze misschien toch echt iets onder de leden hebben. Kijk, iemand kan bijvoorbeeld... een scheve rugwervel hebben zonder daar echt last van te hebben. Maar een scheve rugwervel heeft natuurlijk effecten op al die organen die daarop aangesloten zitten. Want die rugwervel, dat is een soort kabelgoot. En van elke wervel komt een zenuw naar buiten. En die zenuw die maakt connectie met een orgaan of een deel weefsel. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de schildklier. Het kan best zijn dat iemand een afwijkende schildklier heeft. En daar jaren mee aan de gang is. En het wordt maar niet beter. Maar op het moment dat ze hun nekwervels eens een keertje goed recht laten zetten, dan kan het best zijn dat die schildklierproblemen over zijn. Dus het is ontzettend belangrijk om dat helemaal recht op een rijtje te hebben. Ook mensen met een scoliose. Je hebt een aangeboren scoliose en een functionele scoliose. Ik weet het niet precies. Ik ben daar niet helemaal in thuis. Dr. Carrie vertelde dat vorige maand.
En daar is echt nog heel veel aan te doen. Dus dat vind ik altijd mooi. Dus als we deze onderzoeken doen, hè, je ziet hier allerlei afbeeldingen van allerlei afwijkingen in de fysiologie. En je kunt daar mensen echt bewust van maken. Vervolgens verwijzen we door naar een therapeut en zeggen van, hey, nou, bijvoorbeeld die borsten. Weet je wel, één hele blauwe borst en een groene borst. Nou, noem maar wat. Dan denk je, goh, wat is daar aan de hand? Dat hoeft niet meteen een heel hoog niveau van zorg te hebben. Ik zou het nog wel even laten nakijken met de echo, want de asymmetrie is wel heel groot. En stel dat daar niet iets bijzonders uitkomt, dan zou ik onmiddellijk doorverwijzen naar een borstweefseltherapeut van, het kan een laaggradige ontsteking zijn. Het kan zijn dat daar afvalstoffen zitten, verklevingen, kiestes, weet ik veel. Laat het oplossen. Dit moet je niet zo, niet zo laten. Hè? Dus ga daarmee aan de gang. En als je dan kijkt over 3 maanden of 6 maanden of misschien wel 9 maanden of een jaar. En je ziet dan de verbeteringen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar ook dat die cliënt zelf hartstikke blij is. Hè? Dat bepaalde dingen zijn opgelost. Even kijken. Mijn collega Monique Manders komt er ook nog bij. Heel gezellig. Oké. Goedenavond Monique, je bent er ook bij. Oké, dus je ziet hier allerlei afbeeldingen. Oh, we hebben even een vraag. Ik ga even een vraag beantwoorden. Hallo Francine, ik vind het een ontzettend interessante diagnosemiddel, maar ook behoorlijk prijzig. Zijn er mogelijkheden om het toegankelijk te maken? Nou, dat is heel interessant dat je dat vraagt. We zijn al jaren bezig met verzekeringen. Alle kosten voor de thermografie dragen wij natuurlijk zelf. Hè? De praktijken, de apparatuur, alles wat erachter zit. Want als iemand op consult is gekomen, dan begint het pas, weet je wel. Dus dat is een uur, soms langer, dat we dat consult hebben. Dan vervolgens moeten die rapporten geschreven worden. Voor een full body onderzoek is dat gauw 1,5 uur voor een onderzoek. Dan volgt dan ook nog de belafspraak. De administratie natuurlijk. Irene die aan de telefoon zit om alle afspraken in te boeken. Weet je, het is inmiddels een hele organisatie geworden waarbij we alle kosten zelf moeten dragen. Dat maakt dat een onderzoek best prijzig is. En we hopen echt dat thermografie vergoed gaat worden. En wie weet, het gezondheidscoöperatief, ik ga daar nu ook mee in gesprek. Misschien is dat een mogelijkheid voor vergoeding. Maar ik laat het natuurlijk absoluut weten als het zover is. Ja, spijt me ontzettend. Het is niet anders. Ja. We hebben nog wel eens wat aanbiedingen. En voor jullie vanavond, omdat jullie hier zijn, kan ik je alvast laten weten dat we een 10% korting geven als jullie voor een thermogram willen komen. Dus als je dat wil en je belt met de Groene Zuster, laat Irene dan weten dat je op de Zoom-meeting bent geweest op 19 mei. En dat je graag ergens een onderzoek wil op een van de 22 locaties in Nederland. En dan krijg je 10% korting op je consult. Zijn er nog andere vragen? Op dit moment niet. Nee, oké, goed. Ga ik even verder. Oh, dit was mijn kat. Even een verhaaltje tussendoor. Mijn kat, die zat... Dit is gewoon in het stikke donker, hè? We zien helemaal niks buiten. Het was 8 graden en het was gewoon winter. Maar ik wist dat hij aan het einde van het gangetje naast de schuur zat, buiten. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga mijn camera eens even zetten. Dus ik richtte mijn camera in dat gangetje van buiten, hè, naast de schuur. En mijn camera die spotte dus mijn kat. Dat vond ik echt zo geweldig, want het is gewoon stikken donker. En hij zit daar op zijn gemakje te denken dat hij in het donker zit en dat niemand hem ziet. Maar ik had hem natuurlijk al lang gezien. Dus, maar de thermografie wordt ook gebruikt. Vooral bij paarden, ponies, wordt thermografie heel veel gebruikt. Maar ik dacht, ik ga mijn kat ook eens even in beeld brengen. Hij heeft wel wat dingetjes op zijn rug, zie je dat? Arme kat. Oké. Deze kant op. Ja, dus ik vind dat een innovatieve praktijk is bereid om buiten de grenzen te kijken van wat we kennen en wat als normaal medisch gezien wordt. En dat vind ik echt innovatief. En weet je wat het is? In 1895 was de röntgen uitgevonden. Nou, dat was revolutionair. Want weet je,
We konden eindelijk dat lichaam in en we konden al die anatomie, al die structuren konden we zien. We wisten eindelijk hoe de lever lag ten opzichte van de maag. En nou, er waren zoveel dingen te zien. Dat heeft ons ontzettend veel gebracht, hè, die röntgen. Maar toen, in die jaren, waren er artsen die zeiden, denk je dat ik op die beelden ga vertrouwen? Nou, echt niet. Ik snij het wel open. Ik wil het met mijn eigen ogen zien. En daar kunnen we ons niks meer voorstellen. Nu, vandaag de dag, ja, weet je, we gaan helemaal blind. Op MRI, CT-scans, röntgen, echo's. Maar dat er een tijd is geweest dat we daar anders over dachten, kijk, dat hebben we nu ook. Ik vind dit, thermografie vind ik echt weer net zo'n revolutie als toen röntgen uitgevonden werd. Dus eigenlijk staan we op hetzelfde punt als ja, meer dan een eeuw geleden. En nu moeten mensen maar wennen aan van, wat is thermografie dan eigenlijk? Het is geen onderdeel van die medische wereld. We zitten niet in fase 4. Maar we zijn wel prachtig aanvullend om preventief te kijken vanaf fase 2. Want daar kunnen we al aangeven, hey, let eens even op. Kijk, ik heb zelf bijvoorbeeld een holistische tandarts. En er was een kies getrokken een tijdje geleden. En de verstandskies komt naar beneden. Nou, er gebeurt van alles. Ik denk, weet je wat, ik zet die camera daar eens even op. Nou, het is een knal van een ontsteking hier. Maar ik heb dat besproken met mijn tandarts. En die zegt, goh, laten we het even afwachten. Ik denk gewoon dat het een metabolisme is. Daar is iets aan het gebeuren. Want die verstandskies komt nog weer naar beneden. We wachten het even rustig af. Maar we gaan wel monitoren. Nou, dat vind ik zo mooi. Hij kijkt echt op een holistische manier met mij mee. He, dus er zijn genoeg mensen ook die binnenkomen voor alleen even hoofd-hals. Want die willen weten, zitten hier ontstekingen? Want als hier ontstekingen zitten, dat kan effect hebben op je hart. Maar het kan ook effect hebben op je borsten. He, dus als een vrouw voor de eerste keer bij ons binnenkomt, dan geven we het advies van, kom nou voor een vrouwengezondheidsonderzoek. Want alleen borsten, ja, dat zegt zo weinig. Weet je? Borsten zijn een onderdeel van ons lichaam. Dus als borsten uit balans zijn, als ik allerlei patronen zie over die borsten, dan denk ik al meteen, waar komt dat nou vandaan? Heb je een scheve wervel? Heb je bacteriën in je kaak? Onbalans in de darmen? Is er een hormoononbalans? Wat is hier gaande? Wat gebeurt hier? En dus in zo'n eerste onderzoek krijgen we dat al aardig helder. Dat staat dan in het rapport. En vervolgens daarna kun je zeggen van, oké, ik weet dat, ik ga daarmee aan de gang. En daarna kun je gewoon zeggen van, ik doe alleen borstonderzoeken. Of dat je een vervolgonderzoek van het hele lichaam doet, of alleen vrouwenonderzoek, elke jaar, anderhalf jaar, noem maar wat. Maar net welke behandelingen je wilt hebben. Dus voor wie is het interessant? Ja, eigenlijk voor alle mensen die behandelen. Dan heb ik het over artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, chiropractors, dus alle paramedici, maar ook therapeuten, ook natuurgeneeskundigen, ook homeopaten, acupuncturisten, borstweefseltherapeuten. Oh, fantastisch. We hebben al zoveel vrouwen bij een borstweefseltherapeut gehad die terugkwamen zo van, oh, ben ik blij. Mijn borsten zijn weer van mij en ik voel ze weer en ik kan ze weer aanraken en ik snap ze weer. Oh, dat is ook zo fijn. Dus thermografie brengt ook heel veel ontspanning bij vrouwen. En dat is ook precies wat wij beogen met de Groene Zuster. In een consult vraag ik ook altijd, doe je zelf borstonderzoek? Nou, de meeste vrouwen, echt 90%, zeggen van, niet zoals het zou moeten. Of, ik weet niet wat ik moet voelen. En dan denk ik, ja, dat snap ik. Want het wordt ons niet geleerd. Op het internet staat nog steeds dat je asymmetrisch, dus één hand op je hoofd en één hand op je borst, dat je op die manier borstonderzoek moet doen. Maar dat is zo achterhaald. Je moet niet op zoek naar een knobbel. 80% van de knobbels die we voelen, blijken kiestes te zijn. Dus die kunnen helemaal geen kwaad. Dus waar gaat het nou om bij het borstonderzoek? Het gaat erom dat vrouwen opmerkzaam zijn van de asymmetrie tussen de ene en de andere borst. Dus altijd, ik zag het tepeltje in de kuil tussen van je handen. Twee handen tegelijk op de borsten. En dan voelen of er een asymmetrie is. Dat is waar het om gaat. En dan kan het wel eens een verharde plek zijn, of een strengetje, of een schijf, of weet ik veel, kan van alles zijn. Maar als je dus in de ene borst iets voelt wat de andere niet heeft, dan kun je nadenken van, ga ik hier even mee naar de huisarts. Maar ja, kijk, direct achter de tepels liggen natuurlijk de melkklieren. Ja, dat zijn allemaal hobbels, bobbels, knobbels. En rond de menstruatie misschien zelfs nog wel veel meer.
Dus zelfonderzoek doe je na de menstruatie en dan met twee handen tegelijk. Dat is altijd het beste. En daarmee gaan vrouwen ook weer hun borsten aanraken. En daarmee komen ze weer wat meer in contact met hun borsten. Nou, voordat het nou een hele Zoom wordt over borsten, daar kan ik echt ook 2 uur over verder praten. Ik heb nog even een paar vragen. Even kijken hoor. Krijg je kinderkorting? Overleg even, Frederik. Want dat vind ik inderdaad een hele goeie. Dat kan gerust. En overleg dat even met Irene. Dus als je belt met het algemene nummer. Ik zet even het nummer daar neer. Dit is ons algemene nummer. Het is 0580-06-45001. Dat is het nummer van de Groene Zuster. Dan overleg gerust even. Voetreflex plus therapeuten ook. Je bedoelt de korting. Ik weet niet precies wat je bedoelt. Maar in ieder geval voor iedereen die hier vanavond aanwezig is. Die in deze Zoom aanwezig is. Jullie krijgen allemaal 10% korting op een onderzoek naar keuze. Hè? Maakt niet uit welk onderzoek. Francine, ik bedoelde eigenlijk meer zo van. Hier staat een rijtje met tandarts, chiropract en andere soorten. Zo bedoelde je. Want dan zit je nog in dat rijtje. Weet je wat zo interessant is voor voetreflex of mensen die met voeten werken? Bijvoorbeeld ook diabetici. Ik noem maar wat. Hè, mijn zoon heeft bijvoorbeeld diabetes 1. Die moet de eigen voeten goed controleren. Maar ja, dat is natuurlijk zo subjectief als wat. Want de ene keer heeft hij zijn handen warmer dan de andere keer. En de ene keer is het zomer, dan zijn zijn voeten weer warmer dan de andere keer. Het is voor hem zelf heel moeilijk om te voelen van goh, waar zouden eventueel ontstekingen kunnen zitten die kunnen leiden tot een ulcer. Want als een diabetici iemand met diabetes een ulcer krijgt, hè, dat is een ontsteking die open gaat, dan gaat het heel moeilijk dicht. Zo is dat nou eenmaal bij diabetici. En dat is ongelooflijk vervelend. Dus wat ik doe met hem, elk half jaar zetten we gewoon de camera op de onderkant van zijn voeten. Maar gewoon elk half jaar gaan we even kijken van, hey, is het nog goed met je voeten? Of moet je misschien sooltjes dragen? Of moet je even naar een podotherapeut? Of moet je andere schoenen? Of wat dan ook. Dat is ontzettend belangrijk. Dus ja, voor mensen die met voeten werken is het ook echt heel interessant. Ja. Even kijken hoor. Heb ik je vraag zo wel beantwoord, Frederik? Ja? Oké. Okay. Is dat interessant om aan te zetten? Ja, kijk, dus iedereen die behandelt kan voordeel hebben aan thermografie. He, dus je hebt natuurlijk je eigen anamnese. Maar als je dat thermogram ernaast legt, soms zegt het lichaam iets anders als dat ik in mijn anamnese heb opgeschreven. Dus ik neem een hele anamnese af tijdens een consult. Daarna ga ik de beelden maken. En daarna ga ik, als ik op kantoor ben, die studies uitwerken tot rapporten. Maar hoe ik dat doe, is ik schuif die anamnese even aan de kant en ga eerst kijken naar die beelden. En dan denk ik, hey, ik zie een te warme neus, te warme oren. Hoe zit het over de linker-rechter borst? Hebben we hier te maken met een hartpatroon? Terwijl dat in de anamnese niet voorkomt. In de anamnese staat wel van, ja, hij heeft last van zijn darmen. Zo, noem maar wat. Hè? Dus dat is zijn zwaarste punt. Terwijl ik denk van, ja, maar dit komt eruit. Dus het lichaam, ons centraal zenuwstelsel, die geeft al aan van, ik ben hiermee bezig. En hier ben ik me op aan het focussen. Zou jij eigenlijk ook moeten doen, weet je wel. Dus dat schrijf ik dan in het rapport. Van, oké, het lichaam geeft dit aan. Uit op dat, je zou dat en dat kunnen gaan doen. En als je dat doet, dan kan je echt zo'n ui afpellen. En komen tot de laag waar je werkelijk wil zijn. Ja, waar je, ja, wat goed is. Even kijken, er komt gezellig nog een. Iemand bij. Hallo Frauke. Frauke is onze andere therapeut in het noorden van Nederland. We hebben ook Monique op de lijn. Je kunt elkaar misschien ook opzoeken. Onderling berichtjes sturen. Kan ook. Dus Frauke zit in het noorden. Monique zit meer in het oosten van het land. En ik zit zeg maar in het westen van Nederland in België. Oké, we gaan even verder. Nou, zo ziet een rapport er dan een beetje uit. Hè? Dus alle beelden zitten in een rapport. Er is een hele beschrijving. En zo'n heel rapport wordt altijd doorgenomen in een belafspraak. En in de belafspraak kan iemand dus echt vragen stellen over van, goh, staat dat en dat? Maar wat kan ik nou zelf doen? Of moet ik hiermee naar een therapeut? Wat is het niveau van zorg? En dat staat al wel beschreven, maar als het niet duidelijk is, kan het altijd nog even toegelicht worden. Ook als iemand zegt van, goh, ik heb het rapport gekregen. Ik maak me zo zorgen, maar de belafspraak is pas over een week. Gewoon gelijk bellen.
niet moeilijk over doen. We hebben de telefoon altijd aanstaan, dus gewoon gelijk bellen. Nou, ik vond het leuk om even deze casus met jullie te gaan doen. Dit is een mevrouw die kwam binnen in een training. En de opnames gemaakt van het hele lichaam, want de modellen, en die kwamen daar model staan en de nieuwe thermografen moesten trainen. En deze mevrouw zei tegen mij toen ze binnenkwam, ik heb ontzettend veel pijn in mijn rechterheup. Je moet echt die rechterheup moet je goed in beeld brengen. De fysiotherapeut werkt er al heel lang op. We krijgen het nog niet opgelost. Dus die rechterheup, ik zei, ja, maar als we rechts doen, doen we ook links. Dat is een principe in de thermografie. Als je rechts een beeld maakt, moet je ook links. Want het hele lichaam moet natuurlijk gewoon symmetrisch zijn in temperatuur. Je wil overal gewoon 37 graden zijn. Toch? Dus het is heel opmerkelijk als één borst of één heup of één voet of één oog kouder is dan de ander. Dan denk je al van, waarom is de ene kant warmer of kouder? Dat is gek. En dan ga je kijken van, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat we hier zien is echt een sympathische reactie van een ontsteking aan de linkerheup. Dus deze mevrouw kwam binnen met de vraag van doe die heup, die rechterheup, moet je goed in beeld brengen. Maar links zit het probleem. Nou, als je dit ziet als therapeut, dan denk je, oh, wacht even, het probleem zit links en ik ben alleen maar rechts aan het werk. Dat kun je ook niet weten, want je kunt het niet zien. Hè? Bovendien, die vrouw die geeft alleen maar aan, ik heb rechts pijn. Maar dus die sympathische reactie, die kan ongelooflijk veel pijn doen. Dus als bloed wegtrekt ergens, dan kan dat heel erg veel pijn gaan. Dus dat geeft een stagnatie, maar noemen we dat in de Chinese geneeskunde ook een stagnatie van bloed, aan die sympathische kant, wat ontzettend pijnlijk kan zijn. Even kijken of we daar vragen over hebben. Nee, oké. Okay. Oh, hoe is het geregeld als iemand via de groene zuster wordt doorverwezen? Is daar een aanbod voor? Ja, kijk, zoals jullie hier nu vanavond zijn, we willen graag jullie vragen om je praktijkinformatie te sturen aan irene@degroenezuster.nl. Irene die heeft een verzameling van therapeuten, artsen, paramedici, noem maar op, over heel Nederland en België. Dus als wij een cliënt hebben uit Den Haag, ik noem maar wat, en die heeft allerlei, staat helemaal scheef of zo, dan kunnen we zeggen van, goh, ga in Scheveningen of waar dan ook, waar we iemand kennen, ga naar die chiropractor of ga naar die fysiotherapeut. Hè, dus daarom doen we deze Zoom ook, dat jullie op de hoogte zijn van wat thermografie is. Jullie kunnen dan vervolgens je praktijkinfo aan ons sturen. En wij zetten dat dan in de lijst. Als we dan cliënten hebben bij jullie uit de buurt, dan kunnen we hun ook direct doorverwijzen naar jullie. Hè, maar voor ons is het natuurlijk heel belangrijk te weten dat een therapeut thermografie kent. En je hoeft niet alle ins en outs te kennen. Maar dat je wel ervan gehoord hebt en dat je ook weet van, oké, er komt iemand binnen met een thermogram. Hé, er staat dat en dat. Goh, wat zou dat betekenen? Bel even met een van de thermografen. Bel even met Monique, bel even met mij of met Frauke. Of met Irene, hè, dat algemene nummer wat ik net gaf. Dus dat is, dat is hoe we het doen. Dus ook Frauke, ook Monique verwijzen ook wel door naar therapeuten in het noorden of in het oosten van het land. En dat kunnen borstweefseltherapeuten zijn of, nou ja, noem maar op, tandartsen. Hè? Dus ik hoop dat die vraag daarmee is beantwoord, Merel. Leuk, Merel, dat je er bent. We hadden begin dit jaar een hele Zoom met Merel van der Wurf over darmen. Ze is colon-hydrotherapeut. En je kunt die Zoom nog terugkijken. Het staat gewoon bij ons op de website. Oké, hier hebben we even een hele bijzondere. Dit is regionaal pijnsyndroom. En ik weet niet of jullie daar wel van gehoord hebben. Misschien zijn er ook wel mensen onder jullie die daar al mee te maken hebben gehad. Het is vanwege een ongeluk, een trauma, iets wat gebeurt. Waardoor het bloed zo wegtrekt uit de kant waar trauma is geweest. Dat ongelooflijk veel pijn geeft. En het kost heel veel moeite om dit weer goed op de richt te krijgen. Gewoon fysiotherapie helpt meestal niet. En het is heel moeilijk om te diagnosticeren voor de medische wereld. Dus in fase 4 is dit
nou echt heel moeilijk te diagnosticeren. Terwijl als wij de camera erop zetten, zien we het eigenlijk onmiddellijk. Want al het bloed trekt gewoon, nou, bijna helemaal weg. He, dus wat je ziet is die twee handen. Eén hand, die rechterhand, lijkt wel helemaal geamputeerd. He, die is er heus, die hand. Maar hij is ja, zo intens koud geworden. Dat geeft aan dat er sprake is van regionaal pijnsyndroom. Je ziet het ook hier. Deze mevrouw die was van haar paard afgevallen. En ze was met haar heup op een paaltje gevallen langs het pad. Nou, vreselijk veel pijn. Ziekenhuis, allerlei onderzoeken gehad. Nou, niks te vinden. Dus ja, ga maar fysiotherapie doen. Hup, je moet in beweging. Maar hoe meer ze bewoog, hoe meer pijn ze kreeg. Ze was natuurlijk vreselijk vervelend. Ze kwam bij ons voor een borstonderzoek. Maar ze vertelde ook dit hele verhaal natuurlijk. Dus toen ik haar vroeg van, goh, mag ik daar dan een opname van maken voor ja, onderwijs, hè, dat ik echt mensen kan leren over regionaal pijnsyndroom, toen zag ik dus dit. Dus het is heel interessant te zien dat haar linkerbeen bijna geamputeerd lijkt, maar dit is dus echt regionaal pijnsyndroom. Ja, wat we dan ook zien is, welke dermatomen hebben daarmee te maken? Ik weet niet of jullie de dermatomen kennen of dat je daar wel eens mee werkt. Maar dit zijn echt de lumbale dermatomen die geraakt zijn, waardoor dat hele been ja, zo intens koud is. Als je vragen hebt, dan stel gerust. Hè? Hier bijvoorbeeld, dit is echt voer voor chiropractors, osteopaten. Deze meneer kwam binnen, had ontzettend veel pijn aan de rechterarm, rechterhand, altijd doofgevoel, tintelende vingers. En de huisarts had gezegd, nou weet je, je hebt gewoon artrose. Ja, daar moet je mee leren leven. Maar goed, ik maakte deze afbeelding en toen dacht ik, hey, kijk nou eens in de nek. Zien jullie daar ook die blauwe plek aan de rechterkant van de nek? Dit zie je wel, hè? Dat is dus echt een koude plek, intens koud, ten opzichte van links. En dat is echt een asymmetrie in temperaturen die heel opvallend is. En een koude plek op dit punt duikt vaak op een beknelling. Dus er is hier sprake van een beknelde zenuw. En als we dan weer teruggaan naar de dermatomen, dan zien we dat de dermatomen die zorgen voor de hand en de arm, dat die dus ook een relatie hebben met die nekwervels. Dus ja, op dit moment kunnen we dat dan in het thermogram zetten van, hey, let op, dit en dat is aan de hand. En doorverwijzen naar een osteopaat, fysiotherapeut, chiropractor, zoiets. Leuk hè, thermografie. Ook vind thermografie te leuk. Nou, wat je hier ziet, ook heel erg interessant. Je ziet hier een enorme asymmetrie in oogtemperatuur. Dus het ene oog is, rechteroog is koud, blauw. En dat andere oog lijkt redelijk normaal. Maar daar zit trouwens ook wel veel meer warmte aan de binnenkant van het oog. Is wel normaal. Oh, ik zou trouwens even wat vertellen over die kleuren. Goh, ik ben een beetje van hak op de tak. Alles komt aan de beurt, beloof ik. Maar nou, dat is zoals ik ben. Groen is lichaamstemperatuur. Blauw is koud. En rood is warm. En wit is de warmste kleur die we hebben. En je ziet dat ook op dat schema wat daarnaast staat. Dus hoe verder naar boven, hoe kouder, hoe meer naar beneden, hoe warmer. En het is normaal dat die neus en de wangen altijd een beetje kouder zijn. Dat is normaal. Aan de binnenkant van de ogen mag het ook altijd wat warmer zijn. Dat is ook normaal. Op het moment dat we echt die rode lijnen zien over het voorhoofd, dan kan dat echt duiden op sinusse, voorhoofd, holtontstekingen. Soms heeft dit ook echt direct een relatie met darmen. Nee, dus misschien schimmels, parasieten, onbalans, echt een dysbiose in de darmen. En dan die oude plek over de kin, die duidt vaak op een verzwakte of een verzakte blaas of blaasontstekingen. Nou, zo krijgen we al allerlei patronen te zien over het gezicht. Maar vooral vind ik opvallend hier het verschil in oogtemperatuur. He, dat is echt een groot verschil. Nou kan het zijn dat deze mevrouw, weet ik niet hoor, een contactlenzen in had in haar rechteroog. Contactlenzen zien namelijk zo blauw. Daarom vraag ik ook elke cliënt die binnenkomt, draag je contactlenzen? Ja, oké, okay, heb je ze nu ook in? Ja, heb je ze nu ook in. Heb je in twee ogen? Nee, ik draag maar in één oog. Weet je, zo, dat is ontzettend belangrijk voor mij om uit te vragen. Anders weet ik helemaal niet waar ik naar zit te kijken. Dus ja, dat is heel belangrijk. Je ziet er ook al een warmtepatroon over die schildklier. Ik zou dan in andere
grijswaarden ook eens moeten kijken wat daar nog meer gebeurt. Maar goed, dit is in ieder geval al heel interessant. Hè? Dus je begint misschien al een beetje begrip te krijgen van het hele lichaam heeft een bepaalde temperatuur. En sommige gebieden zijn wat kouder, sommige zijn wat warmer. Dat is normaal als het maar symmetrisch is. Dus op het moment dat er asymmetrie is, is dat heel opmerkelijk en duidt dat ook echt. Hier bijvoorbeeld ook. Dat zijn dan weer die diabetische voeten. Wat je hier ziet is dat die rechtervoet veel te warm is. Hier gebeurt iets met die rechtervoet. Er zit een ontsteking. Grote teen is ook ontstoken. Ook bovenop de voet zelfs. Dit kan ook nog wel eens een relatie hebben met de rug. Dus op het moment dat heupen verdraaid zijn of een heup wat hoger staat dan de ander, hoeft niet altijd te zijn dat een been ongelijke lengte heeft, maar soms draaien die heupen vanwege de sacrale of de lumbale wervels die niet goed staan. Dan gaat iemand anders lopen om pijn te vermijden. En dat anders lopen, dus die andere loop, die andere wandel, dat maakt dat de voeten ook anders belast worden en we dus asymmetrieën krijgen in temperatuur aan de onderzijde van de voeten. Dus als mensen de onderzijde van de voeten laten doen, voor diabetici bijvoorbeeld, vraag ik ook altijd van, goh, zullen we ook even de achterkant van de benen en de hele rug meenemen? Want dat kan een relatie hebben met elkaar en je moet dat natuurlijk uitsluiten. En dus, geen vragen? Oké, ik ga maar gewoon door als jullie geen vragen hebben. Hier zien we een onderdeel van een vrouwengezondheidsonderzoek. Even in een andere kleurschema. Je ziet wat asymmetrie tussen de linker en rechterborst. De rechterborst is echt een flink stuk warmer, kouder dan de linkerborst. Er zitten wat patronen door elkaar heen. Ik zal temperaturen moeten uitmeten om te zien van goh, wat voor temperaturen heeft het dan precies? Valt het binnen de waarde of valt het buiten de waarde? Dat maakt natuurlijk of iets een hoger niveau van zorg krijgt. Maar wat ik vooral interessant vind aan deze, is dat die mevrouw scheef staat. De heupen staan redelijk recht, maar dan gaat dat hele bovenlichaam zo naar rechts. Zie je dat? Dan lijkt het alsof die rechter schouder wat afhangt. Dit, zo'n houding, kan komen vanuit de lumbale of sacrale wervels. Misschien scoliose, kan ook. Maar het maakt dat de lymfe anders gaat stromen door die veranderde houding. He, dus ik zou hier al denken, chiropractie, misschien fysio of osteopathie. En lymfedrainage ook, absoluut. Want je ziet dat die rechterborst behoorlijk koud is. En dat komt door de veranderde stroom van lymfe door die scheve houding. Dus we krijgen hier een aantal dingen op een rij. Namelijk dat we zeggen, dat zo iemand kan bijvoorbeeld zeggen, ik loop altijd wat scheef, maar ben ik aan gewend, maakt me niks uit. Nee, zeg ik, dit moet je laten corrigeren, want kijk wat het effect is. Kijk wat het doet met je lichaam. Die zenuwen die daar naar buiten komen, die hebben een relatie met je lichaam, hè, met alle organen. Maar ook je lymfe stroomt anders. Het heeft effect op zoveel andere dingen. Dus belangrijk dit aan te pakken. En dat zetten we dan ook in het rapport. Dus het kan best zijn dat deze mevrouw 2 of 3 aanbevelingen krijgt. Hè? Dus zowel chiropractie of osteopathie, kies maar, en lymfedrainage. En misschien een bordweefselbehandeling, want ik vind de asymmetrie tussen deze beide borsten niet wens. Zo kunnen we dan met iemand meekijken. Hier zie je allerlei patronen over de schildklier, ook over het gezicht. Vooral die man op de onderste foto heeft echt een drainagepatroon helemaal vanaf de neus naar beneden. Daar zitten gewoon ontstekingen in de mond. Die moeten opgelost worden. Ook aan het rechteroog. Helemaal zo'n warmtepatroon helemaal naar boven. Dat duidt echt op TMD. En TMD is een kaakgewricht wat niet goed staat. Kan ook door een chiropractor rechtgezet worden. Of misschien zelfs craniosacraal. Want hier uit dit kaakgewricht komt de trigemeniszenuw. Dat is een zenuw die gaat in 3 wegen over het hele gezicht. En kan ontzettend veel pijn geven aan ogen, oren of andere klachten. Maar ik zou hier al direct van alles adviseren. Nou, die bovenste foto van die mevrouw, die blauwe plekken over de schildklier. Ik zou hier echt
ten eerste kijken of de nekwervels echt recht staan. Want de nek, als er nekwervels scheef staan, dan kan het zijn dat je last krijgt van je schildklier. Dus die nekwervels moeten recht. En daarnaast zou ik een arts voor functionele geneeskunde vragen extra onderzoek te doen naar de schildklier. Geen vraag? Francine, mag ik nog iets vragen over die vorige foto? Zeker. Bedoel je deze? Nee, van die vrouw. Deze? Ja, daar zit een heel groot gebied onder de borsten wat behoorlijk rood is. Mm-hmm. Ja. Ja. Dit dat is... vond ik opmerkelijk. Ja, vind ik niet zo heel erg opmerkelijk. Vooral die witte rand onder de borsten, dat is eigenlijk altijd normaal. Want die borsten hangen op de huid en dat verwarmt die huid. Dus ik vind dat niet heel opmerkelijk. Dat hele rode gebied bovenin vind ik dan wel weer opmerkelijk. Hè? Dat kan echt zijn dat ja, de transversale dikke darm of misschien zelfs maag of iets dergelijks betrokken is. Maar nou, dit palet, daar werk ik eigenlijk ook niet zo vreselijk veel mee. Ik zou toch ook kijken naar andere paletten. Maar zometeen komen we ook nog terug op andere patronen direct onder de borsten. Dus dan kan ik er misschien nog wat meer van zeggen, Janine. Mm-hmm. Ja? Okay. Ja. Nou, stress is ook zo'n factor. Hè? Dat geeft natuurlijk dat die bijnieren continu maar hormonen aan het produceren zijn. En dat zien wij over de hele huid als een heel gevlekt patroon. Maar niet specifiek alleen maar de bovenkant, maar echt overal. Hè? Dus dan krijg je de billen, de benen, de hele buik. Alles zit vol met vlekken en dat duidt op echt een continue stress. Dus, even laten zien. Reden dus voor een full body onderzoek of vrouwengezondheidsonderzoek. Hè, alles heeft met elkaar te maken. Dus ik vind het ook belangrijk vrouwen duidelijk te maken dat we moeten stoppen met denken dat we onze borsten vanaf ons 50ste wel tussen die platen leggen en dan maar afwachten wat het oordeel is elke 2 jaar. Dat geeft zo'n stress bij vrouwen. Ik weet nog dat ik 49 was. Weet u dat ook nog? Dat je denkt van, oh jee, over 1 jaar ben ik 50 en dan valt die brief op de mat. Ik vond het verschrikkelijk. Ik wist, oké, nou ja, dan gaan we dus beginnen met dat bevolkingsonderzoek. En nu hoop ik dat we toe kunnen gaan naar een bevolkingsonderzoek voor vrouwen vanaf 30 jaar, thermografie en echografie. Als we die twee dingen bij elkaar hebben, dan hebben we fysiologie en anatomie. Als we die gaan combineren en dan vanaf 30 jaar, dan kunnen vrouwen tegen de tijd dat ze 50 zeggen en die oproep krijgen, dat ze denken, ah joh, dat weet ik al aan. Hè? Zo, ontspannen. Ik wil dat vrouwen gaan ontspannen, dat ze hun borsten weer gaan begrijpen, dat ze hun borsten weer aandurven raken, maar ook dat ze snappen dat als daar patronen in die borsten zitten, dat het ergens vandaan moet komen. Dat komt niet zomaar uit zichzelf. En de meeste borstklachten ontstaan ook nog eens door de BH. Weet je, als we onze afvalstoffen niet kwijt kunnen, waar laten we het dan? Ja, in vetweefsel waar het geen kwaad kan. He, dus borsten zijn natuurlijk een prachtig vetweefsel. Het zit in niet-vitale organen. Het ligt buiten het lichaam, dus een ideale opslagplek voor afvalstoffen. Als we daar altijd die BH omheen doen, dan stagneren we de lymfe. Ja, lymfe is onze vuilophaaldienst. Dus als die zijn werk niet kan doen, dan blijven we daar zitten met die dingen. En dan kan het zijn dat het lichaam zegt, ja, maar ik wil er vanaf. En hoe kom ik er vanaf? Een ontsteking maken. Nou, dus dat kan heel veel ellende geven. Dus het is echt heel belangrijk vrouwen dat duidelijk te maken. Dat die BH gewoon vaker uit moet. Lekker droog borstelen, masseren onder de douche. BH vaker uit of een sloggie aan als je een goede BH aan wil, borstweefseltherapie, allemaal dat soort dingen. Dat is zo belangrijk om vrouwen mee te geven van hun borstgezondheid, hè, dat ze dat weten. En natuurlijk kunnen patronen uit elkaar. Ik zie soms echt wel eens een drainagepatroon zo naar die borsten. Dus het kan best zijn dat iemand moet beginnen bij een goede tandarts of een holistische tandarts. Of wervels in de rug weg moet laten zetten of haar hormonen aan moet pakken. En dat is zo mooi van dat grotere onderzoek, dat we dus echt zicht krijgen op van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En daarmee helpen. En daarmee de eerste stap ook zetten. Nou, hier zie je dus van allerlei andere patronen, hè, rechtsboven. Oh, dat is wel een leuk verhaal, dat verhaal rechtsboven. Kan wel even, hè? Of hebben we nog een vraag? Wacht even hoor.
Heb je afbeelding van de darmen? Ja, nou, kijk, van de darmen. Je ziet hier al die buik. Dit is een interessante van de darmen. Kijk, wat je hier ziet is bovenaan de buik zie je dus die horizontale rode lijn. Dat kan echt duiden op een laaggradige ontsteking in de transversale dikke darm. Dat koude patroon over het centrale deel van de buik kan duiden op laaggradige ontstekingen in de dunne darm. En dan zou je denken, kan dat nou? Ontstekingen zijn toch warm? Ja, nee. Als we nog even denken aan het begin. Het centraal zenuwstelsel bepaalt waar gaat het bloed naartoe, waar gaat het weg. En dat halen we uit de huid. Dus dit is niet een vetlaagje. Dit is echt dat het bloed wegtrekt. De oppervlakte van de huid om die dunne darm te gaan helpen. Met extra bloed, zuurstof, voeding. Dus dit duidt dan echt op een laaggradige ontsteking. Dus dit is hoe we die darmen in beeld krijgen. Ook nog met het patroon aan de rechterkant. Daar zitten wat warmtepatronen over de kant van de lever. Dus daar is ook nog, dat heeft natuurlijk allemaal verband met elkaar. Dus dit is hoe we die darmen in beeld krijgen. Nou, wat je hier ziet, oh ja, ik zou even vertellen over dat verhaal, dat is wel leuk. Nou ja, leuk. Die mevrouw met die benen. Nou, dat was van een mevrouw, die belde mij op een avond en ze zei, ja, dat is een beetje een rare vraag, maar ik kreeg een telefoonnummer van een vriendin van me en ze zegt, je moet maar eens even bellen met Francine. Ik zeg, maar wat is er aan de hand? Ja, ze zegt, ik heb zo'n pijn aan mijn heup. Ja, ze zegt, ik heb ook een nieuwe heup gekregen 2 jaar geleden, dus ja, misschien doet het nog pijn. Ik zeg, maar ja, een nieuwe heup, meestal kun je na een paar dagen, en zeker na een paar weken, kun je gewoon lekker lopen. Daar hoor je toch geen pijn aan te hebben. Nee, ze zegt, ik heb ook van alles gedaan. Ik ben bij de fysio geweest. En dus ja, ik weet niet hoe vaak terug geweest naar de specialist. En ze kunnen gewoon niks vinden. We weten gewoon niet waar die pijn vandaan komt. Dus zeg maar ja, die vriendin van me zei, je hebt een beetje een rare camera. Ik zei, ja, een beetje een rare camera. Ik zeg, wat we kunnen doen is die camera's op die benen zetten. En op die heupen. En dan gaan we gewoon van alle kanten gaan we kijken. En we zien wel. Ik zie wel wat er naar boven komt. En ik had deze foto gemaakt. En toen dacht ik, wauw, dat loopt een gigantische spatader aan de binnenkant van haar rechterbeen. Hey, jullie zien dat ook wel lopen, hè? Ik zeg, weet u dat u daar een spatader heeft? En zij kijkt zo op haar been. Nee hoor, ze zegt, helemaal niet. Ik zie helemaal niks. Ik zeg, nee, u ziet het niet. Ik zeg, maar mijn camera wel. Ik zeg, ik zou dat toch eens nalaten kijken. Dat heeft ze laten doen. En wat blijkt? Dat was dus de oorzaak van die pijn. He, dus ze heeft er aardig wat onderzoeken gehad. Dan dacht ik, wauw, als we die camera daar toch niet op hadden gezet, had ze het helemaal niet geweten. En dan was ze door blijven lopen met pijn. Nou, dus soms komt er ook letterlijk iets aan het licht. Dat vind ik zo mooi. Nou, die man die daar helemaal stoer staat te staan. Die kwam net van buiten. Die had het gras gemaaid. En die zegt, ja, kun je dan ook zien hoe ik zweet? Ik zei, nou, dat kan wel. Dus zette die camera erop, al poriën open. Dus dit is gewoon even een reactie van het lichaam. En ja, daar is de huid natuurlijk ook goed voor. Hè? Die huid die moet natuurlijk zorgen dat hitte gauw dat lichaam weer uitgaat. Dus nou, gewoon helemaal leuk. Nou, die vingers die je daar ziet. Kijk, handen horen zo te zijn dat je blauwe, groene handen hebt. De 10 blauwe vingers. Dat is zoals ik het liefste wil zien. Dat is normaal. Maar wat je hier ziet zijn geen 10 blauwe vingers. Er is zelfs een nagel helemaal knalrood. En het is geen nagellak natuurlijk. Dit duidt echt op een verhoogde bloeddruk. Hoe we daaraan komen vraag me niet aan. Maar dit is gewoon ervaring. Dit is gewoon de ervaring die we nu 20 jaar hebben. Dat dit daarop duidt. En zo kunnen handen veel meer patronen in beeld brengen. Bijvoorbeeld als we helemaal rode handen hebben, we noemen dat ook wel rode handschoenen, dan duidt dat echt op een diabetes of een aanstaande diabetes. He, dus als we dat in beeld krijgen, dan geef ik iemand onmiddellijk advies, ja, laat een glucosetolerantietest doen. Of als je zegt, van, nou, dat heb ik allemaal niet, pas je leefstijl aan dat het geen diabetes gaat worden. Heelkundige behandelingen, daar had ik het al even over. He, dat kan echt in die lymfe helemaal draineren naar beneden. Belangrijk daar oog en zicht op te houden. Nou, dit is ook zo leuk, hè? Deze mevrouw kwam ook bij me na 5 jaar pijn gehad te hebben in haar borsten. Elk jaar naar de huisarts. Dan zegt ze, ja, ik heb nog steeds pijnlijke borsten. Nou, zegt die huisarts, doen we nog maar eens een mammogram. Maar ja, die borsten tussen de platen, dat gaf haar niet de informatie
wat ze nou kon doen om van die pijn af te komen. Dus zij, na 5 jaar dacht ze, ja, ik kan wel weer een mammogram laten maken, maar ik ga eens een thermogram laten maken. Want ja, ik weet anders ook niet. Dus ze kwam bij mij en ik zeg, weet je, die linkerfoto, dat is haar eerste onderzoek. Hè? Dus die rechterfoto met die 2 mooie blauwe borsten, dat is het onderzoek na 4 maanden of zoiets. Die eerste foto, daar zie je een hele mooie symmetrie. Dus die borsten zijn hetzelfde. Dat maakt automatisch het niveau van zorg wat laag. Er is in haar systeem iets aan de gang wat maakt dat die borsten gespannen zijn. Nou, we zijn daar eens naar gaan kijken en ik zeg, weet je, ik denk dat het goed is dat je bezig gaat met detoxen. Want het kan zijn dat er gifstoffen in je lichaam zitten die je niet goed kwijt kan, die in de lymf komen. De BH moet ook vaker uit. Zorg dat die borsten gaan ontspannen. Droog borstelen, dat soort dingen. Enfin, nou ja, dat is ze gaan doen en vooral de BH uit. En toen belde ze me na 2 weken al. Ze zegt van, oh, mijn borsten voelen zo lekker, zo ontspannen. Eindelijk zacht en eindelijk... Nou, dat het zo simpel was, zegt ze. Ja, dat kan. Dus na een paar maanden kwam ze terug voor de 2e van de baseline. En toen heb ik deze opname gemaakt. Ik vond het echt superleuk. Dit is echt ja, het resultaat wat je vrouwen wil laten zien. En jullie als therapeut kunnen dat natuurlijk ook. En jij kan met jouw behandeling, kan je zeggen van, oké, nou, dit is moment 1. En na 9 maanden of een half jaar of een jaar, is dit hoe het is geworden. Nou, is dat niet superleuk? Dat is gewoon, hè, mensen zijn dan niet alleen blij met je behandeling, maar kunnen het ook nog niet. Nou, dit is wat ik al zei over die rode handschoenen. En hoe handen er normaal uit horen te zien. Dit is nog een voorbeeld. Nou, zo heb ik 100 voorbeelden van vrouwen die enorme verbeteringen hebben gekregen over hun borsten. En dus op het moment dat we een asymmetrie zien, dat is echt opmerkelijk. Maar een symmetrie, zoals hier, hè, beide borsten hetzelfde, geeft aan dat er in het systeem ergens iets niet goed gaat. Want we weten natuurlijk al lang dat ernstige borstklachten zich doorgaans maar in 1 borst tegelijk ontwikkelt. Hè, dus daarom is het ook belangrijk met 2 handen tegelijk dat borstonderzoek te doen. En dat is waar wij als thermografen ook naar kijken. Naar, is er een symmetrie of asymmetrie? Nou, hier zie je bijvoorbeeld ook een leuk voorbeeld van een vrouw die met haar darm aan de gang is gegaan. De linkerfoto was voor. Toen heeft ze 8 weken lang een speciaal dieet gevolgd en voetreflextherapie gehad. Nou, en dan zie je het, ja, het resultaat. Gewoon een aantal weken later. En dan zie je dat die hele buik gewoon prachtig mooi tot rust komt. We gaan zo afronden. Als jullie vragen hebben, zet het gerust in de chatbox. Hè? We hebben dus ja, 22 locaties over heel Nederland en België. We hebben een algemeen nummer, dat 085-nummer. En ik wil jullie vragen je informatie over jullie praktijk op te sturen naar irene@degroenezuster.nl. En nou, gewoon, laat gewoon even weten wat je doet. Hè? Even je e-mailadres, je websiteadres, allemaal dat soort dingen, zet dat erbij. En als je dat dan ook gedaan hebt, dan zal Irene ook bevestigen dat je 10% korting krijgt op een thermogram naar keuze. En dat is echt voor jullie die hier nu aanwezig zijn. En nou ja, er hadden nog wat meer mensen aanwezig zijn, dus laten we dit gewoon verlengen tot 1 juni 2021. Dan iedereen die deze opname nog ziet, die het gemist had, nou, die kan ook gebruik maken van die 10% korting. Even kijken, dankjewel. Graag gedaan, Frederik. Ik vond het superleuk dat je erbij was. Janine, Marga, echt, ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn. En dat, ja, alsjeblieft geef de informatie door. Hè, dat we met elkaar vrouwen kunnen helpen te ontspannen in hun borstgezondheid. En nou, superleuk dat jullie er waren. Dus dank jullie wel. Hebben jullie nog vragen of helemaal niet meer? Leerzaam, fijn, Merel, dat je er weer was. Graag gedaan, hoor. Ja, ja, graag gedaan, Romilda. Marga, hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, graag gedaan, Janine. En ook als jullie een borstweefseltherapeut zoeken, kijk dan even op groenezuster.nl. Daar hebben we zo'n 30 borstweefseltherapeuten staan aan wie wij doorverwijzen. Dit zijn vrouwen met veel ervaring, met een degelijke achtergrond, goede opleiding. En wij verwijzen dus altijd door naar deze vrouwen. En als je borstweefseltherapeut bent, hè, en je wilt er ook bij, nou,
dan stuur maar even een mailtje en dan kunnen we je er van alles over vertellen. Nou, heel erg bedankt voor jullie, dat jullie er allemaal waren. En hoor ik graag van jullie, ook als je persoonlijke vragen hebt. Mag ook info@degroenezuster.nl komt altijd bij mij terecht. Dus dan kan ik de vraag direct beantwoorden. En anders stuur je praktijkinformatie even naar irene@degroenezuster.nl. Goed, dank jullie wel dat je er was.